Daily Minutes 1433 met een uitzending voor vandaag 8 oktober 2018. Dit is het bulletin van maandag. Vandaag is de data met 8 PSK 1000 bij 1800 hertz, 8 PSK 1000 bij 1800 hertz. De afgelopen dagen hebben we meerdere vrij lange uitzendingen gehad. Vandaag een iets wat kortere. We beginnen met een deel uit de serie over zelfbouw en daarna een deel uit de serie over Stuart Hill en zijn micronatie Vorvik. Dat is deel 4. Ik wil sowieso een beetje terug naar de wat kortere uitzendingen waar, als het er is, ik met nieuws begin. Natuurlijk zullen er af en toe extraatjes zijn waarbij een uitzending langer duurt, gewoon omdat het kan. Binnenkort begin ik met een nieuwe serie. Het is nog niet helemaal duidelijk welke serie dat als eerste is. De kandidaten zijn een serie over Radio Jackie, een landgebaseerde zender in de UK die al in de vroege jaren 60 begon, of een serie over de uitwerking van hoogfrequent op het menselijk lichaam. Het laatste is een beetje moeilijk omdat er heel moeilijk informatie over te vinden is. Dit is deel 10 van de serie over zelfbouw. In aflevering 9 hadden we het over het ontkoppelen van de voedingsspanning. Deel 10 en 11 gaan over het ontkoppelen van hoogfrequent. Je wilt natuurlijk geen inspraak hebben op je eigen zender via zo'n microfoonversterkertje. Niet onbelangrijk dus, bij welke schakeling dan ook, maar zeker bij een microfoonversterker, is dat deze volstrekt ongevoelig moet zijn voor alle vormen van hoogfrequent. In de tijd dat ik het zelfbouwen nog betaald deed, maakte het bedrijf waar ik voor werkte het grootste deel van de apparatuur die geleverd werd voor kabeltelevisienetten. Je wilt niet dat bij zo'n kabeltelevisienet of bij een lokale omroep waar we ook zaken voor maakten, de boel stilviel of rare geluiden ging maken als bijvoorbeeld een bewaker met zijn portofoon in het headend, dat is waar de meeste apparatuur staat, ging zenden. Wat ik dus altijd deed bij een nieuw ontwerp was bij het prototype een amateurporto meenemen en dan de rubber duck pal boven de componenten houden en zenden op 5 watt. Als hij dan geen krimp gaf, kwam hij gewoonlijk later ook door alle testen op dit gebied. Beïnvloeding door hoogfrequent kan op verschillende manieren. Bij GSM, Tetra, DMR, AM, SSB, waar een AM-component in het uitgezonden signaal zit, kun je die component uit het signaal in het audio aantreffen. Bij FM heb je vaak last van de in- en uitschakelklik van een zender, of er ontstaat een brom. Zoiets is onplezierig en ongewenst. Het kan ernstiger. Ik weet van tenminste 2 voorbeelden van een centrale verwarmingsinstallatie waar de gasklep door hoogfrequent openging zonder dat het gas ontstoken werd. Zoiets kan heel erg snel heel erg fout gaan. Wat er doorgaans gebeurt is dat het hoogfrequent door een schakeling versterkt wordt waarbij het HF zo sterk is dat het ook audio oplevert, bijvoorbeeld door modulatie van het bestaande audio of door detectie in de versterkers. Een schakeling kan door het signaal ook uit de juiste instelling gedrukt worden en dan meer of minder of helemaal niet meer versterken. En ook inspraken op je PTT-aansluiting is mogelijk. Bij een hoogfrequent signaal gaat dan de zender zenden. Wanneer dit het signaal uit de zender zelf is, blijft de draaggolf vervolgens bij een FM-signaal in de lucht, ook al laat je de PTT-knop los. Andere dingen kunnen ook. Een voeding kan door het HF niet meer goed stabiliseren en hij kan zelfs een te hoge of te lage spanning afgeven. De meeste voedingen in de check zijn niet tegen bestand, maar ik heb lang geleden wel eens een lineaire voeding gekocht waar dit niet in orde was. Als je de microfoon indrukte ging de spanning naar 36 volt. Ook dat loopt vaak niet zo heel goed af, al is het minder spectaculair dan bij een verwarmingsketel. Maar als je die door hebt, dan heb je zo schade aan je apparatuur. Ik ben zo iemand die een nieuwe voeding eerst meet en vervolgens een tijdje test laat draaien, vandaar dat dit zonder ongelukken is afgelopen. Met name bij een microfoonversterker is die HF-dichtheid in de check iets waar je in het ontwerp rekening mee moet houden. De versterker zit aan het begin van de keten, zo'n microfoonelement geeft niet zo'n hoge spanning af, dus hij moet op vrij zwakke signalen al reageren. En hij is aangesloten op de zender, met in de check potentieel een hoog niveau aan radiogolven dus. Ook als je zelf niet op de korte golf zendt, is het goed om zoiets niet alleen voor VHF-UHF dicht te maken. Een paar jaar later denk je hier misschien niet meer aan, dan neem je mee naar een velddag waar naast VHF-UHF ook HF staat. En als het dan je enige microfoon is en je hebt geen onderdelen en soldeerbord bij je, dan kun je domweg niet in de lucht komen. Er zijn een aantal methoden om de boel te ontstoren. Bij gevallen van storende audioapparatuur die je gekocht hebt, zijn de bekende ferrietkralen, die vaak ook op lichtnetadapters zitten, een charmante en praktische oplossing. Het grootste risico vormen de punten waar de aansluitdraden op de schakeling zitten. Bij een microfoonversterker is dat de ingang, die is het gevoeligst, en daarnaast op de uitgang en de voedingsaansluiting. Zit de versterker in de microfoon gebouwd en werkt hij op een batterij, dan is een flink deel van je problemen dus al grotendeels opgelost. Tot zover voor vandaag. Morgen gaan we verder over concrete maatregelen hiertegen. Dit is deel 4 van de serie over Stuart Hill en zijn micronatie Vorvik.
Hoewel Hill met de oorspronkelijke eigenaar van het eilandje nog steeds ruziet of hij nu wel of niet de eigenaar van het eilandje is, stuurt hij direct na het uitroepen van de onafhankelijkheid een brief naar koningin Elisabeth II dat hij haar, net als bijvoorbeeld de Kanaaleilanden en eiland Man het geval is, erkent als staatshoofd. Hij noemt zichzelf daarbij de kleinste van haar territoria buiten het Verenigd Koninkrijk. De reactie van de koningin bleef tot op heden echter uit. Hill zegt dat hij voor Wickholm onder Udaalrecht van de oorspronkelijke eigenaar Mark King heeft gekregen. Udaalrecht is oude wetgeving die in Noorwegen zijn oorsprong vindt en die op een aantal eilanden in het Verenigd Koninkrijk door rechters soms nog naast de gewone wetgeving van toepassing wordt verklaard op onroerende goederen. King echter zegt dat hij het eilandje in een manische fase, hij is manisch depressief, aan Hill te koop heeft aangeboden, maar dat de laatste nooit het bedrag heeft betaald dat hij daarvoor wilde hebben. Het eilandje is overigens slechts 1 hectare, een grondstuk in oppervlakte gelijk aan 100 bij 100 meter groot. Het is vanwege die grootte niet waarschijnlijk dat het eerder bewoond is geweest. Het staatje is volgens Hill een belastingvrije zone met 1 uitzondering. Het denkt volgens oude Noorse regels belasting te kunnen innen voor het besturen van het staatje. Die belasting is vastgesteld op per jaar 1 forvik gulden, de munteenheid van het eilandje. Deze munteenheid wordt gestoond door goud en 1 forvik gulden, 1 forvik gulden, is daardoor gelijk aan ongeveer 55 pond sterling. De geïnde belasting zal formeel worden overgedragen aan de Engelse vorstin als staatshoofd, maar zal direct worden teruggeëist om daarmee dus het eilandstaatje te kunnen besturen. Er is verder een schimmige verklaring dat belastingen door Shetland en het Verenigd Koninkrijk te ontvangen niet zullen worden betaald, maar op een rekening geparkeerd. De rente daarvan zal ten goede komen aan de burgers van het staatje die ook land bezitten. Forvik heeft een eigen, op die van Shetland gebaseerde vlag en binnenkort zullen er ook postzegels worden uitgegeven. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. Ik ben na de uitzending van 7 uur 's avonds weer QFV op Echolink via PI3XTV. PI3XTV-R staat op Echolink, nodenummer 979350 en daarnaast op de beide chats. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHz-shop.nl. 70MHz-shop.nl. 70MHz-shop wordt momenteel flink uitgebreid. En microfoon naar retour.